Git is een programma om versies van je code bij te houden. Je zal het vast al kennen van een platform zoals GitHub of GitLab. Git slaat elke verandering in je codebase op in groepjes, commits. Een commit kan je een naam geven, zoals edit about me section op je website. Een groep commits die allemaal achter elkaar worden gezet, vormt de huidige versie van je code. Je kan meerdere van dit soort groepen hebben en zo'n groep noem je een branch. Je kan ook een branch starten vanaf een andere branch. Dan kopieer je alle commits naar die nieuwe branch en ga je daar weer commits aan toevoegen. Uiteindelijk kan je ook branches mergen. Dan stop je de commits van beide branches bij elkaar en heb je dus alle veranderingen van beide branches ook bij elkaar. Dit zorgt er dus voor dat Piet en Klaas allebei aan een feature kunnen werken met de meest up-to-date codebase, maar dat ze niet in elkaars weg zitten, omdat ze dus allebei in een andere branch werken. Als ze allebei klaar zijn, mergen ze de branches en hebben ze een nieuwe versie van de software met beide features erin. Websites zoals GitHub en GitLab zijn er om effectief samen te werken. Je kan een Git project, oftewel een repository, ook alleen op je eigen computer hebben. Maar als je het host bij zoiets als GitHub kan je alle versies op het internet zien en aanpassen. Oeh. Vergeet me niet te volgen voor meer video's over elektronica, computers en programmeren. Oeh.